Goedemorgen, ik doe het heel even zo om jullie bij daglicht te laten zien waar we stonden. Daar is het gemaal. Het staat net achter het hekje, dus ik kan het even. Dat is wel de doorgaande weg, ligt hier achter. Dus ja, 's morgens hoor je die wel, maar 's nachts niet echt. Goedemorgen. Meneer is ook onderweg met de fiets, helemaal bepakt en bezakt. En prachtig aan het water, heb hier gestaan de hele nacht door, heb ik watervogels gehoord. Het was wel erg leuk om te horen. Dus, maar ik verwacht de lucht te zien dat het zometeen weer gaat plensen. Dus ik ga eens even kijken waar we eventueel heen kunnen rijden. Dus dat gaan we ons eerst eens overleggen. We moeten nog een beetje werk afmaken, dus maar het gaat goed in elk geval. Dus ik voel me prima. Hoofdwond is gisteravond eigenlijk al gestopt met lekken, laten we maar zeggen. Een beetje bloed en van dat plasma, van dat transparant vocht, zeg maar. En dat is gisteravond eigenlijk al gestopt. Dus. Nou, ik meld me straks weer van onderweg. Ja, we gaan weer rijden. We gaan weer onderweg. Nou, dit was zeker een mooie plek om te staan. Dus, maar we gaan verder. Goed zetten. En ik begin te rijden richting Noordpolderzeil. En het dorpje Uithuizen ligt daar in de buurt. Dat is een iets groter plaatje met winkels, et cetera, et cetera. Dus, niet zo ver weg. Even met mijn blote hoofd dik half uur. Dus en van tevoren komen we nog al door allerlei dorpjes. Dus we gaan ergens een plekje zien waarvan ik denk van hier wil ik wel even lekker staan. Even, want ik moet ook nog wat werk doen. Dus dan zien we dat wel. Maar daarna neem de tweede rechts. We zijn dus onderweg. Ja, we hebben een beetje de toeristische route genomen. We zijn hier met van die Rijksweg afgegaan om door de dorpjes heen te rijden. Dus een beetje parallel aan die Rijksweg. Dat is natuurlijk veel leuker, want er is veel meer te zien. En dan zitten we weer tussen twee van die dorpjes in. Maar er is weinig horeca. En als er al iets is in zo'n dorpje, ja, dat was dicht. Dus. Na 600 meter rechts afslaan, daarna links aanhouden. De boer aan het hooien. En dan komen we weer in het volgende dorp. Eenderum. Er staan allemaal mooie oude berken langs de weg. Net als een laan. Ik had de camera aangeduwd, dacht ik, maar helaas.
gieters. Maar dat zie je niet zoveel. Tenminste, lang geleden. Kijk, hier ook weer. Ik heb besloten om de afslag naar Noordpolderzijl gelijk te nemen en niet eerst naar Uithuizen te rijden. Ik heb nog genoeg in de bus voor lunchen en misschien is het na 700 meter rechts afslaan. Het zielshuis wat daar ligt ook open, dus we zullen zien. Kijk, hier staat er eigenlijk zo weer zo'n Japanse circus. Ja, we rijden nu het laatste stukje richting de dijk. Noordpolderzijl. Afslaan. Er staat dan nu hier. Die staat hier nou. Penelope. Even kijken of we in Zielshoes in ieder geval terecht kunnen. Deze plek heeft ook iets gestaan wat aardig gelekt heeft. Hoe laat is het eigenlijk? Hier. Ik moet het even zo doen, want ik heb niks bij me. Dus ik heb alles in de bus laten liggen, omdat ik eigenlijk alleen maar een laptop gepakt had en denk van ik ga bij dat zielhoes even zitten en daar even even werken. Maar het zielhoes is dicht, dus helaas, dan gaan we hier denk ik ook niet blijven staan. Of ik doe eerst even wat lunchen en dan kijken we misschien een beetje werk. Ik heb nog niet gekeken hoe het internet hier is.
We zijn eventjes hier naar het eindje gelopen over de dijk. En die kant is dus de Waddenzee. Het is zo te zien eb. Of het begint vloed te worden. Want het water stroomt richting de dijk. Dus... ja, dan lopen we langzaam terug naar de dijk. En dan... allee, langzaam. Hey, ga langzaam. Ik heb de gimbal niet bij me. Het wiebelt allemaal. Dus, ja, even kijken wat we doen. Hey, allee. Langzaam. Helaas is het zielhoes gesloten. Jammer. Ja, rijke geschiedenis. We gaan terug naar de bus. Ik zie van alles komen. Ik denk dat ik ook gelijk plaats ga maken voor de mensen die hier wel van plan zijn om te blijven staan. Want dat vind ik dan ook weer zoiets. Dan kan ik beter plek maken. En dan gaan we hier even aan de kant gaan staan. Dan kunnen de mensen die willen blijven overnachten gewoon daar staan. Ik ga plaats maken voor degene die... want het was nou vol, 5 campers. Ik heb nog even gekeken op een Nelle P zit. Nog steeds pot dicht, alle gordijntjes en alles dicht. Dus helaas om eventjes hallo te zeggen en te vragen hoe het gaat. Maar ja, als alles pot dicht zit, dan betekent dat meestal dat de mensen met rust gelaten willen worden. Dus ik ga gewoon eventjes hier aan de kant staan. Even kijken. Moet ik dat slim doen dat ik boven 1, 2 aan de vakken zitten. Ja, ik had nog de fles willen leeggooien in de glascontainer, maar ja, dan moet ik daar even heen lopen. Nou, ik zet hem aan deze kant. Zo. Kan ook. En dan kunnen we dadelijk zo mooi uitdraaien. Dan doe ik eventjes kijken, misschien even wat werken en... ik zal in ieder geval eens eventjes reacties gaan geven en dergelijke. Even kijken hoe het internet hier is. Nou, zoals aangekondigd verlaten we een Noordpolderzeil weer. Volg deze route nog 2 kilometer. Rijden we richting Uithuizen. Dat is een net iets grotere plaats. Dus ik heb even geluncht. En hoe heet het? Reacties op de real-time update video van het van mijn smak op de dijk. Dus dan heb ik even de reacties die tot nu toe waren beantwoord. Even met het thuisfront gebeld dat het goed gaat met me. Dus, ja, nu zijn we weer onderweg. Dus even kijken of we een leuke plek even kunnen vinden in Uithuizen om te staan. Of een anders in ieder geval daar ergens iets werk doen, want dat heb ik dus nog niet gedaan. Er zijn winkels in de buurt, ik wil even bij winkels stoppen.
Dus ja, we zijn weer onderweg. Nou, dan zijn we even bij de supermarkt geweest. Nou, eens even kijken of we hier een plekje kunnen vinden. Ik zag hier net, Menkema staat hier zo'n parkeerplaats naast. En er staat aan een camper, zie ik. En op zo'n klein vrachtautootje. Dus we gaan eens eventjes kijken. Het is een gewone P, staat er. Bezoekers Menkema boy, ja kijk, dat zijn nou van die dingen die we niet willen zien. Nou, dit zijn de buren, oftewel, hier staan wij op de oprit. Even kijken, ik denk dat we erop gaan wagen gewoon. Dan kunnen we morgen misschien een bezoek brengen in de tuin. Morgen zou het volgens mij iets beter weer worden. Dus, ja.